tegen een van de Dutch Open. En dat is een heel fijn toernooi. Dus ja, ik hoop voor het best. Het was heel goed. Hij was veel sterker, dus ja, ik pakte hem eroverheen en ik kon niks doen. Ik heb net een zwaar bordje. Was gewoon sterker als mij. Kostte me bijna al mijn energie om door zijn pakking heen te breken. Als het een had gedaan, was het hartstikke moe en dan waren de worpen een stuk slapper. Maar op het eind heb ik nog gevochten. Twee kleine puntjes te pakken kunnen krijgen. Helaas net niet genoeg. Maar ik weet zeker als ik er over 2 jaar weer sta, dat ik ze allemaal op mijn rug had. Goed, ja, hij was nog moe en ik was niet moe. Dat ging heel soepel. Ik kon direct door op de grond met verwerking. Ik krijg nu een potje en als ik dat win, dan ga ik voor de derde plaats. Hey, sterk daar zijn, hè? Niet met hem meegaan, er tegen. Je moet zo laten inpakken. Hou die druk voor boven. En dit. Ja, ja, ja. Oké, en dan bewegen. Laat jullie houden, jongen. Laat het weer. Echt op. Eerst 2 minuten of zo kan ik wel, was ik wel sterker, maar in de laatste 20 seconden toen heeft hij me uiteindelijk had ik de conditie niet om vol te houden. En toen heeft hij mij kunnen gooien. Ging heel goed vandaag. En volgend jaar kom ik terug en dan kom ik ook wel de medailles. Ik heb van 5 judoka's echt uitmuntende inzet gezien. Keiharde inzet, mooie scores en een fantastisch resultaat van Amber, die uiteindelijk een derde plek behaalt. Dus ja, dat is lonen werken, vaak net niet. En nu kalm gebleven in de wedstrijd, cool op de juiste momenten en een hele mooie bronzen plak. Ik ben derde van Nederland geworden. Ik ben -18, dus eerste jaar -18, dus hartstikke mooi. En ik heb 4 partijen gewonnen en eentje verloren. Ik heb me uiteindelijk goed herpakt, goed. En het ging echt heel goed, vooral na mijn blessure. Ik heb hem voor 4-6 weken terug en mijn elleboog uit de kom gehad. Dus dit is een hele fijne terugkomst.
Als ik kijk naar Joost, die heeft ook heel veel partijen goed gedraaid met de juiste instelling. Dus gelijk vol erin gaan. En, hij heeft ook prachtige punten gemaakt. Nou, Floor, die is eigenlijk nog min 15 judoka. Als ik zie hoe zij al tegenstand biedt, nou, dan wordt ook nog wel voor de toekomst. Helaas geen partijen kunnen winnen, maar ook een goede inzet. Rudy en Jesse, beide in de min 73, een hele sterke klasse. Voor Jesse het laatste jaar toch nog een pot kunnen winnen. Maar helaas trof hij toch te sterke tegenstanders. Voor Wadia, ook hij één pot gewonnen nog. Je mag nog 2 jaar in deze klasse, dus ja, ik ben zeer goed gestemd naar deze dag, absoluut.